Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie mijn favoriete producten van april alweer doornemen. Ik moest even nadenken, maar we zitten alweer in mei, dus april. Het doosje is redelijk goed gevuld, dus ik ga jullie even laten zien welke producten ik heel erg fijn vond van april. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn favoriete producten van april, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga het gewoon een beetje random uit het doosje halen. En allereerst begin ik even met een Foil Effect Polish. Dit is een nagellakje van Catrice. Deze komt uit de Luxe Chrome lijn. Dit is een liquid silver effect. Dit is zo'n nagellakje waarbij je een beetje spiegelnagels krijgt. Normaal doe je dat ook wel met poeder, zeg maar. Maar dit is gewoon een lakje waarbij je ook een beetje zo'n soort effect krijgt. En het is echt heel erg mooi. Het ziet er heel erg leuk uit. Het blijft niet super lang zitten. Het chipt wel snel. Maar ja, dat blijft toch wel een dingetje met goedkopere nagellakjes. Deze gebruik je trouwens in combinatie met de 2-in-1 base en topcoat. Dat is dit potje. Maar daar zul je in de volgende favoriete video van mij meer over horen. Want die hoort niet meer bij april. Maar het effect vind ik gewoon heel erg leuk van de nagellak. Heeft de naam 01 Liquid Silver. Het is gewoon een keer wat anders dan altijd een kleurtje. Ik vind het een heel bijzonder effect en ik werd hier wel heel erg vrolijk van. Dan heb ik een lippenstift van de Action. Dit is de Love Lips and Lover All Day Luxurious Color. Die zit nog even in het doosje. Zo ziet hij eruit. Ik zal hem er even uithalen. Hele toffe lippenstift. De vorm alleen is wel super leuk, want kijk, hij heeft een hartje. Ook op de bovenkant heeft hij een hartje. Dat is gewoon de huls. Het is verder gewoon een doorzichtige huls. Het ziet wel wat goedkoper uit, maar ja, het gaat mij dan wel om de kleur. Soms is de huls natuurlijk ook wel heel erg leuk, maar zo zie je het hartje nog weer wat beter. Het is een lippenstift met twee kleuren. Ik moet zeggen, van de roze kleur zie je niet heel veel terug, want het rood overheerst wel. Maar ik vond de rode kleur gewoon super mooi. Ik vind het effect, het ziet er ook wel leuk uit, zeg maar, die twee kleuren. Ondanks dat je aan de roze kleur niet heel veel hebt. Dus mocht je echt denken van, oh, ik ga hier een duo lip creatie mee kunnen krijgen. Nee, dat valt een beetje tegen, want het rood overheerst gewoon heel erg. Maar ik hou erg van rode lippenstiften en ik vond dit wel een hele mooie en lekker low budget. Wat je misschien wel zou kunnen doen is bijvoorbeeld met een kwastje deze roze kleur aanbrengen. Maar over het algemeen is de rode kleur gewoon heel erg overheersend. Maar van de huls alleen al word ik wel heel erg blij. Het ziet er gewoon super leuk uit zo met dat hartje. Dan heb ik een nagellakje van Essence en dit is de Holo Rainbow. Ik heb hem in de kleur 04 Holo Love. Het is een beetje roze-paarsachtig kleurtje. Ik moet zeggen, voordat ik dit ging gebruiken, had ik er een beetje een dubbel gevoel over. Van joh, gaat dit goed dekkend zijn? Want het zijn kleine glittertjes zoals je kan zien. Gaat dit werken? Maar twee laagjes en hij dekte echt goed. Ik had echt meer verwacht dat je een soort van topcoat zou krijgen. Maar de dekking die vond ik echt heel erg goed. Het ziet er ook super leuk uit. Het afhalen van de nagellak blijft altijd een dingetje bij mij. Glitters en ik dat met op de nagels, dat vind ik blijf ik lastig vinden. Maar het ziet er wel super leuk uit. Dus ik was eigenlijk wel heel erg blij met dit nagellakje. Ze hadden hem ook in verschillende kleuren. Volgens mij zit het topje een beetje scheef. Maar... ja, gewoon een heel erg leuk kleurtje. Misschien als je een feestje hebt of wat dan ook, is dit nagellakje gewoon super tof. Dan heb ik uit de Prime & Fine lijn van Catrice de Makeup Transforming Drops. Ik heb twee kleuren die ik fijn vond. Dat zijn deze twee. Ik zal even beginnen met de blauwe. Dit is een waterproof variant, dus deze zou je make-up waterproof maken. Of dat zo is... volgens mij niet echt, maar het is wel lekker zacht. Ik had wel het idee dat mijn foundation er gewoon heel erg lekker zacht van werd. Gewoon dat het nog lekkerder aanbracht. Dat vond ik heel erg fijn. Het zag er ook gewoon goed uit. Ze hebben kleine gaatjes, dus er komt ook niet heel veel product uit in één keer. Vind ik zelf altijd wel heel erg prettig, want je kunt beter iets bij je product bijdoen dan dat je het terug in het... flesje of in dit geval in het tubetje stopt. Dat gaat niet. Maar ik vond dit wel heel erg fijn, deze. Omdat hij mijn make-up vooral heel erg zacht maakt. Waterproof. Ik geloof daar nooit zo heel erg in. Maar het maakte mijn make-up wel heel erg zacht.
Dan heb ik ook de bruine variant. Dit is de darkening. Dat is deze. En ik had eigenlijk verwacht dat deze me niet zou bevallen. Maar toen ik hem ging proberen, beviel het me eigenlijk heel goed. Deze is vooral heel erg fijn als je een hele lichte foundation hebt om hem een klein beetje donkerder te maken. Bijvoorbeeld als je, misschien in de zomer dat je liever een wat donkerdere foundation gebruikt. Als je niet zo heel erg bruin bent of in de winter juist. Dan was dit een hele fijne. Hij geeft niet een heel bruin effect. En daar was ik bang voor. Hij maakt je foundation subtiel bruin. Iets donkerder, een tintje donkerder, is natuurlijk ook wel een beetje wat of dat je gebruikt. Ik heb dan gewoon hele kleine beetjes gebruikt en dan is het voor mij top. Dus ik was eigenlijk wel heel erg enthousiast dat dit zo goed werkte. Dan heb ik een lippalette van Essence en dit is het My Only One Lipstick Palette. En hier zitten 22 kleuren lipstift in. Hij heeft een 01 22 Ways to Kiss. Ziet er super leuk uit. Er zit ook gewoon een blaadje op. En dat vind ik altijd wel extra hygiënisch. Er zit ook een klein penseeltje bij. Gebruik ik zelf niet. Ik gebruik mijn eigen penseeltjes. Maar hey. En we hebben ook een mixing zone. En dat is de onderste. Hierin kun je dus kleurtjes mengen. Dus stel je voor, je kunt bijvoorbeeld wit heel goed mengen met een donkerder kleurtje. Als je iets lichter wil. Of weet ik veel. Je kunt eigenlijk alles gewoon mengen wat je leuk lijkt. Ze zijn... Normaal heb ik een beetje niet zo. Word ik niet zo heel erg blij van dit soort paletten, zeg maar. Omdat het de kwaliteit gewoon minder fijn is. Maar ik moet zeggen dat ik bij deze wel heel erg blij werd. Het voelt heel erg fijn aan. Het brengt fijn aan. Het voelt zacht. Ze hebben veel pigment en ook de kwaliteit, de structuur is gewoon lekker romig. Dus ik werd hier eigenlijk wel heel erg blij van. Dus ik vind het gewoon ook een heel erg fijn palet die ik zeker nog vaker wil gaan gebruiken. Om eigenlijk even een beetje in de lipstick scene te blijven, heb ik een Prime & Fine Lip Color Remover van Catrice. Dat is deze. Deze lijkt weer heel erg ook op de tubetjes die ik net liet zien. Dit is een product waarmee je dus je lipstick heel makkelijk kunt verwijderen. Nou, en ik ben enthousiast, mensen. Echt. Hier zit aloe vera extract in. Dus het maakt je lippen ook gelijk een stuk zachter. Heeft de naam 010 Take It Off. Heeft ook weer een kleine opening. Nee, dit, trouwens deze niet zo. Deze heeft wel een vrij grote opening. Is gewoon transparant. Het product wat eruit komt. Als je dit gewoon op een wattenschijfje doet een beetje. Kun je heel fijn je lippen schoonmaken. Ik heb nog wel eens dat ik lippenstiften heb, die blijven zo goed zitten dat ik ze ook gewoon op geen enkele manier af kan krijgen. Dan kan ik poetsen met zo'n doekje of met hoe heet het water? Dat micellair water, het werkt gewoon niet. Nou, dan komt dit product om de hoek kijken. Als je hiermee je lipstick verwijdert, dat gaat echt top. Zelfs de vaste lipstiften die ik heb, gingen hiermee weg. Ik werd hier zo blij van. En ook dat het mijn lippen gelijk lekker zacht maakt. Want ik heb altijd wel zoiets, als ik met micellair water doe, dan voelen mijn lippen daarna ook gelijk heel droog aan. Dan moet ik gelijk weer gaan beginnen met lippenbalsem en zo. Hoeft met dit product helemaal niet. Echt een topproduct deze. Dan heb ik een oogschaduwpalet en dit is het Gorgeous Eyes Collection nummer 976 van het merk Quintici Exclusief. Dit is een merk wat Action momenteel in de schappen heeft liggen. En het lijkt eigenlijk een beetje op de eerdere paletten die Action had. Hier zit de 12 kleuren oogschaduw in. Op de achterkant staan de kleuren ook al vermeld. Dus je hoeft ook niet per se het oogschaduwpaletje open te doen als je in de winkel bent. Heel veel mensen doen dit gewoon. Oké, allereerst, we hebben een dubbelzijdige applicator. Aan de ene kant zit een sponsje en aan de andere kant is dit echt een kwastje. Niet zo heel boeiend. Er zit een spiegel in. Hier zit nu trouwens gewoon nog een beschermlaagje op. Die kun je eraf halen. Maar omdat ik die spiegels nooit echt gebruik, laat ik het wel gewoon lekker zitten. Dit zijn de kleuren. Er zit echt wel veel pigment in. Het zijn wel een beetje kleuren die misschien een beetje hetzelfde lijken. Je hebt dit vaker, dit soort paletten. Het doet me ook wel een beetje denken aan bijvoorbeeld de paletten van W7. Alleen W7 is dan weer meer op het... Siri, hou je mond.
op het gericht op doeks maken, zeg maar. En dat is dit palet niet. Leuke kleurtjes, je kunt er leuke ooglooks mee creëren. Ik werd hier wel heel erg blij van. Vooral omdat het ook een lekker low budget paletten is. En ook als je gewoon bijvoorbeeld wat minder te besteden hebt, kun je wel zo een leuke stash opbouwen als je heel erg van make-up houdt. Van Essence heb ik een Metal Art Lip and Eyeliner. Dat is deze. Een heftig kleurtje is dit. Dit is de kleur 04 Pink Glam. En het is ook echt een beetje een metal effect. Een beetje glanzend. Ik zal even het applicatortje laten zien. Wel zo handig. Er zit ook een klein stopje in. Zo ziet dat eruit. Hij is heel smal. Voor mijn ogen vond ik dit niet echt geweldig. Ik denk dat het echt bij je moet passen. Als ik eyeliner aanbreng, ben ik toch wel meer van het zwart. Ik gebruik eigenlijk over het algemeen heel veel zwart. Maar voor mijn lippen vond ik hem wel heel erg leuk. Het is wel even wennen om hier je lippen mee te omlijnen, omdat het vloeibaar is. Het is met een kwastje. Normaal als ik een lipliner gebruik, is dit in potloodvorm. Daar moest ik even aan wennen, maar het bleef wel echt super goed zitten. Het was echt... dit was echt heel intens. Normaal een lipliner vervaagt best wel snel uit, maar dat deed deze totaal niet. En dat komt toch gewoon omdat het een vloeibaar product is. Helemaal als je hier een leuke lipkleur mee combineert, niet alles past erbij. Daar ben ik me wel van bewust, want het is wel een beetje een glimmend effect dat het geeft. Maar ik vond het wel een heel erg leuk product met veel pigment. Dan twee lipglossjes van Max & More. Oftewel van de Action natuurlijk. Daar hebben ze nu tegenwoordig ook weer lipglossjes. En dit, ze zitten in een tubetje. Daar ben ik zelf niet zo'n heel groot fan van. Misschien handig als je het mee wilt nemen. Maar ik ben altijd een beetje bang dat dit snel kapot gaat. Je hebt twee kleurtjes. Ik heb allereerst de 368 Peachy Peach. Een beetje een oranje peachy kleurtje zoals je kan zien. Leuk kleurtje. Deze gaf niet zo heel veel pigment. Je ziet wel een kleine glinstering, maar je zag niet echt een peachy effect. Dat vond ik wel jammer. Maar ze zijn wel fijn. Ze brengen wel fijn aan. Dus dat is deze. Maar daarentegen de 360 Hot Pink, die vond ik echt super tof. Leuk kleurtje. Er zit ook weer zo'n schuin afgesneden stukje in. Met aanbrengen en echt, deze was echt lekker pigmentvol, lekker glimmend. Het zijn wel wat zachtere kleuren voor als je wel echt van een fel kleurtje houdt, is dit waarschijnlijk te zacht. Ik ben bijvoorbeeld zelf wel heel erg van de felle lippen, dat kun je nu ook zien. Ik heb een hele felle kleur op. Vind ik altijd wel heel erg tof. Maar ja, ik vond het toch wel heel erg leuk voor als je een dag hebt dat je denkt van, nou, ik wil bijvoorbeeld niet zo heel veel make-up dragen of zo, maar ik vind het wel leuk om wat op mijn lippen te hebben. Dan zijn deze kleurtjes zeker heel erg geschikt. Dus ik ben er toch, ondanks dat ze niet zo heel veel zijn, wel heel erg blij mee. Dan heb ik een eye and face palette van Essence. En dit is het Too Glam To Give A Damn palette. Die namen zijn altijd zo leuk. Hier zit een highlighter in en oogschaduw. Klein spiegeltje zit erin. Wat ik heel erg tof vind, is dat die bloemetjes van de voorkant ook doorlopen naar hier. Dit is de highlighter en dit zijn dan de kleurtjes. Het zijn gewaagde kleurtjes. Ze hebben lekker veel pigment. Je moet hier wel heel erg van houden. Dat zeg ik er wel bij, want het moet wel bij je passen. Maar ik hou wel van een beetje op zijn tijd een keer een wat fellere ooglook die je normaal niet zo snel zou dragen. Het is een beetje uit je comfortzone misschien, maar ik vind het wel heel erg leuk om hiermee te spelen. Ik heb dan vooral gekozen voor een wat paarsere ooglook. Die andere kleuren weet ik niet zo goed hoe ik daar iets leuks mee ga creëren. Maar dat gaat vast nog komen, want ik ga het paletten zeker nog vaak gebruiken. Pigmentvol, gewoon een leuk palette die wat bijzonder is qua kleuren als de standaard kleuren die je vaak in paletten ziet. Dan heb ik dit setje en dit is het Professional Makeup Techniques Face Paletten van Catrice. En dat is dit palette, mooi zwart. Er zit trouwens nog een beschermlaagje overheen, zodat hij niet gelijk heel erg lelijk wordt. Op de achterkant heb je een tutorial en dit is echt een heel erg leuk palette. Moet ik het wel open krijgen alleen. Ja, daar gaat hij. In dit palette heb je matte contouring, een matte bronzer, een matte blush en een pearly blush. En dan heb je een matte poeder en twee highlighters, een gouden en een zilveren en een matte cream. Nou, er zit een klein
kwastje bij, grote spiegel. Dit zijn de contouringproducten. Hier heb je de gezichtsproducten. Dit zijn dan die twee highlighters. Maar deze is wel creamy. En dit is ook een creamy product dan. Ik was echt heel erg enthousiast over dit, palet. Echt, het pigment vond ik echt heel goed. Ik werd er echt heel erg blij van. Ik vind ook vaak dit soort paletten heel fijn. Omdat de kleuren goed op elkaar afgestemd zijn. Ja, ik werd wel heel erg blij van dit paletten. Gewoon echt een goed paletten. Die eigenlijk zijn werk doet. Excuseer, ik moest even niezen. En daar word ik gewoon heel erg blij van. Dan ben ik toe aan de laatste producten. Dat is vet 1 collectie. En als we het een beetje over uit de comfortzone hebben, is dit echt een uit de comfortzone iets. Dit is namelijk een palette van MUA. Dit is het 15 Shade Palette King's Day. Leuk palette. Hier staan de kleuren trouwens achterop met cijfers aangegeven. Een palette speciaal voor Koningsdag heb ik ook gebruikt met Koningsdag. En ik werd er toch ergens wel blij van. Deze kleuren zijn zo intens fel. Zoveel pigment. Je hebt shimmer kleuren, je hebt matte kleuren. Zo'n leuk palette om hier iets mee te creëren. Zoals je ziet, uiteraard veel oranje. Maar ach, soms moet dat ook gewoon kunnen. Ik werd hier eigenlijk gewoon heel erg blij van. Gewoon omdat het pigment zo goed was. Ik vond hier, je kan hier echt leuke looks mee creëren. En om die look dan af te maken, heb je daarbij de Ultra Sparkle Duo Glitter Pigments. Dat zijn deze glittertjes. Ook speciaal voor King's Day deze. En oh, dit is zo leuk om dit te gebruiken in combinatie met een ooglook. Echt, je glittert wel, maar och, het is echt wel leuk voor die ene dag in het jaar. Het eruit halen is een beetje lastig. Er zit best wel, ik ga even kijken of ik dit kan laten zien aan jullie. Ja, er zit best wel een klein gaatje in. Wat ik zelf heb gedaan is gewoon wat in een bekertje gekieperd. En dat heb ik lekker een beetje gemixt en dat heb ik aangebracht. Super leuk. En om dit aan te brengen heb je daar een glitterlijn bij nodig. En dat is deze. En dat werkt ook echt heel erg goed. Je brengt het een beetje aan op je ooglid. En dan kun je de glitters erop plakken. Al met al super leuke set. Echt waar. Echt, ik was heel erg onder de indruk. Dan waren dit alweer al mijn favoriete producten van april. Het is altijd wel grappig, want ik doe alles in een doosje. En dan eigenlijk als ik de video opneem, zie ik zelf ook alweer wat ik allemaal zo fijn vond. En dan denk ik, oh ja, dit heb ik getest, dit heb ik getest. Vind ik altijd wel heel erg leuk dat het ook voor mezelf een soort van terugblik is. Ja, yeah. En daar komt hij weer. Er zijn natuurlijk weer een aantal producten bij die niet meer verkrijgbaar zijn. Misschien dat je ze nog in van die koopjesbakken kunt vinden. Of misschien sommige websites verkopen het nog. Maar er zijn een aantal producten die niet meer te koop zijn. Dat zijn vooral de Catrice en Essence producten eigenlijk. Ik ben nu echt bijna door de collectie heen. Dus nu zul je dat niet vaak meer gaan meemaken. Maar ik wil er wel even bij vermelden dat niet alles meer te koop is. Nou ja, vond je deze video leuk? Zou ik zeggen, doe even je duimpje omhoog. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jij het leukste product vond wat ik heb laten zien. Misschien denk je, oh, dat product heb ik zelf ook. Was ik ook enthousiast over of juist helemaal niet? Laat me zeker even weten in de comments. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal? Kun je je gratis abonneren door even op het abonneerknopje te drukken. Druk dan ook even op dat belletje, want dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. En dan wil ik je voor nu weer heel erg bedanken en dan zie ik je weer bij de volgende video. Doeg!